Mijn naam is Hans Vermaak. Ik doe veranderwerk en ik doe er onderzoek naar en ik schrijf daar boeken over. En de werkvorm, de leervorm die ik wil delen, is het werken met rijke beschrijvingen. En die werkvorm is afkomstig eigenlijk uit de onderzoeksarena. Dus daar wordt hij gebruikt om kennis te halen uit praktijk als je denkt, daar gebeuren dingen. En we zouden willen weten waardoor dat werkt. Maar je kan hem eigenlijk op twee andere manieren net zo goed gebruiken. En dat is als je zelf een praktijkvraagstuk hebt en je zegt, ik krijg de vinger er niet achter. Dus gebruik hem om te diagnosticeren met mensen. Wat speelt er? En de derde is dat je hem eigenlijk ook in opleidingen als leervorm in kan zetten. Om patronen in de organisatie te kunnen zien. Om meer gevoel te krijgen, waarom werken die beestjes nou zoals ze werken. Nou, die werkvorm bestaat uit voorwerk. Je moet hem trouwens vooral doen als dingen complex zijn. Dus als het niet echt veel te puzzelen is, dan is de moeite niet. De werkvorm bestaat in het kort uit voorwerk, wat één iemand doet. Dat is degene die in die praktijk echt zit. En aan het ermee werken wat je met een groep doet. Hoe groot de groep is, kan je zelf beslissingen overnemen. Dus je kan spelen met die vorm eigenlijk. Nou, het voorwerk bestaat, er zitten vier woorden in en die zijn relevant. Het gaat over het selecteren van een gebeurtenis en daar een rijke beschrijving van maken. En al die vier woorden die zijn betekenisvol. Het eerste is het woord gebeurtenis. En dat gaat erover dat voor interessante vraagstukken in organisaties zie je niet wat er speelt als je hoog boven kijkt. Bijvoorbeeld, er zegt iemand van wij werken niet goed samen. En dat kan 100 dingen zijn. Dus je hebt gewoon geen enkel idee dan waar het nou op zit of wat er aan te doen is. Daarom hoor je ook vaak in organisaties dingen als ja, de veiligheid is niet goed. Of de sfeer is niet fijn. Of het klimaat moet anders. Dat zijn allemaal oninterveneerbare toestanden. Je hebt geen idee wat er speelt. De enige manier om erachter te komen, want het kan alles zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn twee persoonlijkheden die elkaar niet mogen. Het kan een postfusietoestand zijn. Het kan zijn dat ze altijd over inhoud spreken en nooit, terwijl ze verschillend denken, een takje erboven naar procedure of proces gaan. De enige manier om erachter te komen wat er speelt, is te zeggen, ik kijk niet hoog boven. Ik kijk naar specifieke momenten. En daar kijken we in detail. Zodat je ook kijkt naar relaties, naar het informele, naar de verhalen, naar de machtsspelletjes achter de coulissen. Want soms hangt het daarop. En dat zie je hoogboven niet. Dus gebeurtenis, dat is één. Het venijnt in het klein. De tweede is het selecteren. Want niet elke gebeurtenis is evenzinnig om naar te kijken. Dus de vraag die je zelf daar moet stellen, wat zijn nou typerende gebeurtenissen die zo staan voor, zo gaat het nou altijd. En dan liefst een beetje extreem, zo gaat het nou altijd echt niet bij ons. Of zo gaat het, ja, soms ineens wel. En ik weet eigenlijk niet waardoor. Hangt er maar net vanaf wat je het meeste wil weten. Je kan meer momenten nemen, meestal als oefening vraag ik om er één te nemen. Dus maar net of je dus interesse hebt in weerbarstigheid of waar het wel werkt. Je kiest dat moment. Typerend moment. Twee andere woorden is rijk en beschrijven. En rijk gaat dan eigenlijk over dat je je alle zintuigelijke dingen beschrijft. Dus niet je interpretaties, de sfeer was niet goed, geen idee wat dat is. Of we werken niet goed samen, kan 100 dingen zijn. Maar ik kwam binnen, ze keken me niet eens aan. Of de zweetgeur sloeg me tegemoet toen ik de deur opendeed. En twee mensen zeiden al, trouwens net als de keer daarvoor, dat ze de helft van de tijd hadden. En de moed schonk, die zonk in mijn schoenen. Dus alles wat zintuigelijk is, wat je voelt, wat je denkt, wat je zag, dus ook binnen jouzelf. Weet je, het donkerbruin gevoel, dit wordt hem niet. Alles. Dat schrijf je van je af en je beschrijft dat, dat is het vierde woord. Omdat dat het mogelijk maakt dat anderen later het kunnen lezen alsof ze erbij waren. Dus die lezen het en denken ineens, ik zie het voor me. En op die manier kunnen ze echt meedenken wat speelt er in die casus, terwijl ze niet er zelf in zaten. Nou, dit is het voorwerk. Bepaalt daarna of het wat wordt. Dus dat moet goed. De werkvorm is dan dat je met een stel mensen erop gaat puzzelen. En er zitten drie stappen in. De kortste is de eerste. Op het netvlies krijgen wat die persoon als leervraag heeft en wat de casus is. En die doe je niet langer dan 10 minuutjes.
En dat gaat echt over op het netvlies krijgen. Dus geen vragen uit nieuwsgierigheid, maar dingen als, je hebt 4 keer daar Jan staan, is dat dezelfde Jan? Of welke organisatie is dit nou? Dus echt vragen dat je denkt, ik kan gewoon niet meepuzzelen als ik dit niet weet. Tweede stap, het belangrijkste, is het komen, dus een mond vol, komen tot meervoudige systemische verklaringen. Meervoudige systemische verklaringen. Het systemische verklaringen, waar het om gaat, is dat je niemand mag meer vragen stellen, dus er wijkt echt af van intervisie, niks doorvragen. Iedereen die komt met de werkhypotheses, als ik dit lees, dan denk ik dat de dingen gaan zoals ze gaan vanwege dit. Ja, dus een soort patroon wat achter al die informatie zit. Dan zegt bijvoorbeeld iemand, ja, ik denk dat de biologie zo gaat, want in alles wat ik lees gaat altijd over inhoud. Daar gaat nooit iemand naar procedure of proces. Als jullie dat niet kunnen en je hebt verschillende ideeën, dan kom je er ook nooit uit. Ik denk dat het daarop zit. En iemand anders zegt, ik vind die stiltes die er zijn zo betekenisvol. Volgens mij wordt er continu het belangrijkste verzwegen. En wordt het met de mantel der liefde bedekt. Meervoudig is dat je verschillende mensen, stel dat je 10 mensen aan tafel hebt, kan er ook 5 zijn, iedereen de beurt geeft om tot een andere verklaring te komen die misschien ook net zo plausibel is. En die inventariseer je. Meestal, als het een ingewikkelde casus is, heb je er wel 10. Of zo. Nou, die tweede stap is het langst. Half uurtje is niet verkeerd daarvoor. Ik heb het wel eens 1 uur of 1,5 uur gedaan. Hangt van jezelf af. Derde stap, waar je als begeleider ook een rol hebt, soms stuur ik mensen wel eens weg naar de koffie tussendoor, is je schrijft, inventariseert wat waren nou de belangrijkste soorten verklaringen die we gehoord hebben. Want sommige die kwamen een paar keer terug. Dat zijn er 5 of 6. De meeste zijn de leukste trouwens halverwege pas. Het meest logisch in het begin. Nou, die 5 of 6 die zet je op een rij en dan vraag je aan degene die de casus heeft, welke van die is het meest raak? En dat doen ze op buikgevoel. Dus puur of ja, die ergens, ja, ik, pff, ja, ja. En het enige wat je dan als ronde doet, de rest heeft er niks over te zeggen, dat mag de betrokkenen zelf kiezen, is als die waar is, wat zijn dan de implicaties? Wat zou je dan moeten doen? En hoe ziet dat eruit? En dat is eigenlijk het einde van de oefening. Nou, die oefening is helemaal uitgeschreven, dus in de materialen zetten we dat nog wel bij. Het belangrijkste is als begeleider om heel erg strak te zijn op sommige dingen. Bijvoorbeeld dat het echt over zintuigen gaat in het begin. Of dat het echt systemische verklaringen zijn. Dus dat je echt een cirkeltje ziet lopen. Oh, zo houden ze zichzelf in stand. Dus de begeleiding om hem scherp te krijgen, die telt. En als die goed werkt, krijg je er ook eigenlijk die 3 soorten uitkomsten bij. Dat mensen leren een onderzoekend gesprek te voeren, wat een waarde op zich heeft. Maar ook dat je meer zicht op die puzzel krijgt. Die specifieke puzzel. Maar ook als derde dat je steeds meer gevoel krijgt, oh, zo lopen dingen in organisaties of zo werken ze.